Er is geen besluit genomen dat er een avondklok wordt ingesteld. Dit zei kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus. Hij benadrukte dat er tot nog toe niks besloten is met betrekking tot enige vorm van avondklok. Slijngaard vraagt wel aan de gemeenschap om zich te beschermen en niet onnodig over straat te gaan. Op deze manier vormen de mensen geen gevaar voor zichzelf of voor anderen. Er is een hype ontstaan over een heleboel dingen, maar ik hoor plotseling dat vanaf morgen avondklok is. En iemand die zegt heel dicht bij het vuur te zitten, het is A1 informatie, iedereen die weet precies dat ik heel erg dicht bij het vuur zit en wat ik je zeg hier is waar. Vanaf morgen mensen, begin op straat te gaan, begin je dingen te gaan kopen, alles wat geweldigheden, want vanaf morgen is het avondklok. Ik ga het ontkrachten. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie haalde aan dat alle boot- en bustransport voor een week wordt stilgelegd. Dit besluit is genomen in overleg met de boot- en busorganisaties. Chotkan zegt dat er maatregelen tegen bus- en boothouders getroffen zullen worden als ze zich niet aan deze maatregel houden. WTC-sticker hebben. Wil zeggen dus dat ze vergunning hebben van het ministerie van Openbare Werken. En die is gevraagd om per vandaag niet meer beschikbaar te zijn vanwege COVID-19. De bussen, de illegale bussen die dat niet hebben en op straat zich begeven. En we hebben begrepen dat ze 10 SRD vragen aan een passagier voor transport. Dat die door de politie zullen worden aangepakt. Stringent aangepakt. En ten overvloede wil ik natuurlijk een dringend beroep op de burgerij doen om het advies van NCCR op te volgen en zo min mogelijk van huis te zijn, maar dat ze thuis blijven. Dat was minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak gisteren op de persconferentie van de overheid.